Saskia, jij bent directeur van Museum Arnhem. Ja. En Marijn, jij schrijft voor NRC, De Groene Amsterdammer en de Theaterkrant over podiumkunst. Inmiddels een tijdje al niet meer voor De Groene Amsterdammer, maar de rest... Ja, maar goed, dat is toch iets waar mensen jou mee associëren. Oké, okay. Ja. Ik neem het wel aan. Ja. Dus, nou hebben we, dus we hebben natuurlijk hele moeilijke tijden gehad in de cultuursector. En nu... is er weer gewoon, kunnen we weer allemaal naar theater. We hebben hier ook publiek. Dat is natuurlijk heerlijk. Maar nou is de vraag, hoe gaat het de komende jaren uitzien? Is er ook nog geld voor vernieuwing, nieuwe talenten, nieuwe ontwikkelingen? Saskia, hoe zie jij... Nou, ten eerste, hoe zijn jullie de coronatijd doorgekomen? Nou, eigenlijk best goed, omdat wij dicht waren. Dus dat is een beetje een gekke situatie. Ja. Museum Arnhem zat in een grote verbouwing. Oh, en dat kwam goed uit. En dat liep net tijdens corona. Ja. Ja, wat dat betreft kwam het goed uit. Tegelijkertijd hebben wij toen we geen muren meer hadden... dat heb je als museum nodig... Ja. Hebben wij onszelf ook opnieuw uitgevonden... en zijn we vooral heel veel in de stad gaan doen. En dat was eigenlijk een ontzettend leuk programma om te doen... omdat dat hele nieuwe dingen en hele nieuwe inzichten opleverde. Zowat? Je zag dat veel meer mensen echt op een hele actieve manier mee willen doen aan een museum. Daar ontwikkel je andere formats voor. Waarbij je workshops, presentatie van kunstwerken, het samenmaken van dingen aan elkaar koppelt. En waarbij je zag dat in wijken waar normaal niet de meeste cultuurdeelnemers wonen... Ja, dus even voor duidelijkheid, dus jullie waren dicht, maar jullie wilden toch wel... aanwezig zijn. Wij wouden absoluut aanwezig zijn. En ja. Dan precies op plekken waar we logischerwijs nooit aanwezig zouden zijn. Wat voor plekken zijn dat dan? Nou, dat was vooral in wijken in de stad. En bijvoorbeeld op scholen. Arnhem is verdeeld in Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid. En sommige mensen in Arnhem-Zuid die komen nooit in Arnhem-Noord. Bijvoorbeeld, lijkt een beetje op Amsterdam. Ja. Maar op dat soort plekken, daar zijn wij naartoe gegaan... om te laten zien wat een museum kan zijn en waar kunst over gaat en wat kunst kan zijn. En wat voor effect had dat? Nou, dat je zag dat er, en dat is ook ons uitgangspunt wat we gunnen... dat mensen die nooit kennis maken met cultuur toch een keer de gelegenheid krijgen om dat te doen... En je ziet heel af en toe dat je voor kinderen echt het verschil kan maken. Ze worden niet meegenomen naar een museum. Op school wordt er weinig aan cultuur gedaan. En als jij daar dan een heel leuk programma hebt... zie je ineens dat kinderen gaan bewegen, stralen... en ook op hele andere competenties kunnen acteren. Dus als jij je museum hebt gewoon op de plek waar je dat altijd hebt... Dan komen deze mensen daar niet naartoe? Komen ze niet zo makkelijk naartoe. Nee, moet je echt andere dingen voor doen. En als je dan, dus dan zegt, en dan ga je dus je museum in een andere wijk neerzetten? Of? Ja, je programma. Ja. Want in dit geval ging het niet om gebouwen, ging het om programma. Kijk, en wij krijgen straks weer een museum. We gaan in het voorjaar open. En wij blijven dat programma wat we afgelopen jaren gevoerd hebben, blijven we ook doen. Want... we vonden dat heel erg waardevol. Hoe zag het programma eruit dan? Nou, dat was heel verschillend. Dat waren onderwijsprogramma's, dat waren kunstsafaris... dat waren muurschilderingen die we in de stad lieten maken. Dat was deelname aan theaterfestivals. Dat waren workshops die we op locaties plotten. Helemaal afhankelijk van wat er speelde, ook in de stad. Ja. Marijn... hoe staat het met de podiumkunst? Hoe zijn die de corona uitgekomen? Ja, ik moet daar dus bij zeggen dat ik vooral contact heb met individuele kunstenaars. En op instellingsniveau niet zo veel inzicht heb die er precies financieel voor staan. Maar wat je bij de individuele kunstenaars, dat bestaat voor een groot deel uit freelance mensen, ziet, is dat die het behoorlijk zwaar hebben gehad. Ja. En in die tijd wel behoorlijk veel gedaan hebben om toch hun werk te kunnen blijven doen onder de geldende maatregelen. En dat er dus heel veel creatief ondernemerschap aan de dag is gelegd, maar dat er toch heel veel van het geld dat beschikbaar is gesteld aan de instellingen en dat volgens de politiek een trickle-down effect zou moeten hebben gehad, niet op die plek terecht is gekomen. Dus leg dat eens uit. Dus zij zeggen, wij financieren de instellingen en dat zal dan wel ook bij de individuele kunstenaars terechtkomen. Precies, ja. Dat was de gedachte van de politiek. En dat is niet voldoende gebeurd. Er zijn heel veel ZZP'ers die er flink op achteruit zijn gegaan. De Tozo is op een gegeven moment... De Tozo was dus de ondersteuning voor freelancers. Die is op een gegeven moment weggevallen. En daarvoor
daarvoor al aan een zware partnertoets onderworpen, waardoor er mensen heel erg op achteruit zijn gegaan, heel erg op hun spaargeld hebben moeten interen en veel mensen ook uit de kunstsector zijn vertrokken. Dus de problemen die ik nu voor de directe toekomst zie, is dat behalve kunstenaars met name ook ondersteunend personeel, zoals technici, productieleiders binnen de podiumkunsten, ander werk zijn gaan zoeken, omdat ze binnen de kunstsector niet meer uitkwamen. En dat is een enorme aderlating geweest. En wat betekent dat? Dat is natuurlijk voor die mensen zelf is dat natuurlijk een tragedie, maar wat betekent dat voor de kunsten? Ik spreek nu veel met technische coördinatoren bij instellingen of bij freelance die gewoon geen technici meer kunnen vinden. En technici zijn de ruggengraat van de podiumkunstensector. Die maken mogelijk dat er dingen kunnen worden ontwikkeld en gebouwd. Dus als er op een gegeven moment geen technici meer zijn of een enorme schaarste aan technici, dan heeft dat zijn invloed op de reikwijdte en de slagkracht van de culturele sector als geheel. En hetzelfde geldt voor productieleiders die alles regelen en alles opzetten. Ja. Betekent dat dan ook dat die mensen die er nog wel zijn, dat die dan in eerste instantie naar de grote, succesvolle producties gaan? Dat zou je kunnen zeggen. Als er schaarste ontstaat, dan zal inderdaad ook de prijs omhoog gaan. Wat ook zeker op kleinschalige initiatieven een groot effect zal hebben. Ja. Hoe, en dat ga ik dan zo ook aan jou vragen, Saskia, maar hoe zorg je nou voor dat het culturele landschap niet verschraalt? Ja, ik denk dat er veel meer steun dus nodig is. Wat je ziet is dat in deze crisis die positie van de freelancers, die toch al zeer kwetsbaar was en waar toch al zeer weinig werd verdiend. Ook in het artikel dat ik samen met collega's voor NRC heb geschreven, bleek ook dat al voor de coronacrisis veel kunstenaars eigenlijk onder het armoedegrens leven. Ja. Dus wat mijn voorstel zou zijn, is dat er weer een soort van WWIC, een uitkering voor kunstenaars zou moeten komen. Zoals in België eigenlijk altijd al hebben, het kunstenaarsstatuut. Waardoor er dus kunstenaars kunnen terugvallen en zeker in het begin van hun carrière een zelfstandige praktijk op kunnen bouwen, waar ze later zichzelf via de fondsen en de bestaande subsidieregelingen in kunnen bedruipen. Ja, wat natuurlijk het rare is, het wrange wat we eigenlijk hebben gezien, is dat jarenlang was geroepen van kunstenaars, artiesten, die moeten hun eigen broek kunnen ophouden. Ja. Dat heel veel dat juist zijn gaan doen. Ja. En dat in coronatijd juist eigenlijk alle gezelschappen en instellingen die al juist wel nog veel subsidie kregen, die kregen dat gewoon nog steeds, want dat was structureel geld. Ja. Maar juist die mensen die juist veel meer... En extra geld ook nog trouwens. Ja, en juist die mensen die veel zich zakelijker hadden opgesteld, die zelf geld hadden binnengehaald, die zijn er hebben het heel erg moeilijk gekregen. Ja, ook bij de vrije producenten bijvoorbeeld in de podiumkunstensector, daar zijn ook echt heel erg klappen gevallen, omdat die niet werden gesubsidieerd, zijn die ook niet extra ondersteund naast de reguliere maatregelen die over alle ondernemers. Terwijl dan toch nog steeds bij heel veel mensen het beeld bestaat van artiesten, kunstenaars komen hun hand ophouden, terwijl die dat juist precies niet deden. Absoluut, ja. En ook dus heel veel dingen hebben ontwikkeld om beter een broek op te houden, maar ook om meer in contact te staan met de maatschappij. Je hebt ook echt een generatie kunstenaars nu gezien de afgelopen 8 jaar, die veel meer de wijk in zijn gegaan, veel meer maatschappelijke onderwerpen zijn gaan aansnijden en op die manier ook veel meer in verbindenis met de maatschappij zijn aangegaan. En die komen nu echt in de problemen omdat de politiek niet voldoende steun aan ze biedt. Dus als je zegt van dit is belangrijk, en dat kom ik ook bij jou om juist cultuur naar jonge mensen brengen, mensen met diverse culturele achtergronden, dan is dat het eerste wat eigenlijk weer sneuvelt? Absoluut, ja. Als je ziet naar hele jonge theatermakers, dat zijn echte theatermakers die zich het meeste bezighouden met thema's als identiteit, gender, alle klimaat, alle transitiedingen waar we nu middenin zitten. Dat wordt echt door jonge theatermakers aangezwengeld. En die zijn vaak de meest kwetsbare kunstenaars in de hele keten. Geldt dat in jouw sector ook? Ja, voor een deel wel. Het probleem was dat je met de lockdowns en alles ook niks kon. Hè? Dus meeste instellingen zijn inderdaad doorgefinancierd. Maar instellingen mochten zelf ook niks maken en produceren. Zelf vind ik wel dat je als instellingen een enorme verantwoordelijkheid hebt, ook naar makers. Hè. Wij zijn ook een museum van hedendaagse kunst. Maar even over die kwestie over van je wil jongeren bereiken, je wil mensen van diverse achtergronden bereiken. Hoe zie je, en dat Marijn zegt van dat is het eerste wat eigenlijk nu toch. Ja, ik weet niet of dat over de hele zo is. Wat wij kiezen er nu bijvoorbeeld voor om ook echt heel veel opdrachten te geven. En juist met die projecten die we ook in de wijken doen en die andere projecten die we uitrollen,
opdrachten te geven aan jonge makers, aan ZZP'ers, aan kunstenaars. Het klinkt bijna een beetje alsof je zegt, nou, we hebben een bepaald soort projecten, die doen we dan in de wijken voor bepaalde mensen. En in ons grote, deftige museum Dat is absoluut niet waar. Nee, ook in het museum zelf geven we heel veel opdrachten aan kunstenaars. Om ook hen maar weer de gelegenheid te geven om nieuw werk te produceren. En hun vak uit te oefenen. Want het is hoe dan ook, je bent ontzettend van elkaar afhankelijk. Dus ik vind het ook als instelling, vind ik het een enorme verantwoordelijkheid. Die je hebt richting het veld en richting de makers die er zijn. En dat zijn de rechtstreekse makers, hè. Dat zijn de kunstenaars zelf, maar precies wat jij ook zegt. De mensen ook die daar omheen staan. Technici, museumdocenten, arthandlers, noem het allemaal maar op. Wij maken overigens echt heel duidelijk geen onderscheid tussen ons programma in het museum en in de wijken. Dat loopt gewoon echt in elkaar over. Is er iemand uit het panel die hier iets over wil vragen of zeggen? Nou ja, misschien eigenlijk meer naar hoe kun je dat, zeker wat jij zei over die uitkering, hoe kun je dat meer naar de gemeente trekken? Daar ben ik nog wel heel erg benieuwd naar. Ja, dat is een goede vraag. Ik bedoel, dat hangt er natuurlijk af van welke vrijheid ook gemeentes hebben om uitkeringen uit te... Daar ben ik politiek niet genoeg van op de hoogte van hoe dat precies zit. Maar op gemeentelijk niveau kan er natuurlijk goed worden gekeken naar wat voor projecten ondersteun je. Lang niet alle gemeenten hebben bijvoorbeeld een aparte kunstcommissie of kunstraad die zich buigt over welke projecten er moeten worden ondersteund. En ik denk dat veel gemeentepolitiek gebaat kan zijn bij visieontwikkeling van de betrokken wethouder. En ook veel meer een transparantie in welke mogelijkheden er zijn om subsidie aan te vragen of om ondersteuning aan te vragen. Zie jij dat, Saskia? Ja, ik deel dat. En een van de andere dingen wat heel erg goed is, wat gemeenten zouden moeten doen, is die aanvragen een stuk makkelijker maken. Want dat is ook waar kunstenaars tegenaan lopen. Die aanvragen zijn vaak heel complex. Ja. Er wordt heel veel van ze verwacht, is dan daarmee ook heel veel werk. Maar bovendien, als je die taal niet helemaal spreekt en eigen bent, dan zie je daar huizenhoog tegenop. Dus vereenvoudig die procedures. Denk ook niet zo lang na. Versnel. Handel snel. Ja. En wees ook af en toe genereus. Stel kleine bedragen beschikbaar om bijvoorbeeld even een idee te kunnen uitontwikkelen. Ja. Maak het een stuk makkelijker. Zal al heel erg helpen. Ja. Ja. We hebben de afgelopen 10 jaar, zeg maar, sinds de bezuinigingen van Halbe Zijlstra, is er veel extra nadruk komen te leggen op meetbaarheid. Op kijken van waar kom ik in subsidies terecht en wat is de impact, maatschappelijke impact, economische impact van kunst. En daardoor zijn er steeds meer eisen ook bij subsidieaanvragen bij komen over waar je allemaal aan moet voldoen. En ik denk dat er nu weer ruimte is, tenminste dat gevoel heb ik, dat er wat meer vertrouwen weer aan de kunstenaar terug kan worden gegeven, omdat de sector heeft bewezen veel meer verbintenis te kunnen leggen met de maatschappij, waarbij ook hele mooie projecten zijn geweest die een behoorlijke impact hebben gehad op sociale problematiek. Maar dan ben je toch ook wel weer een beetje optimistisch, hoor ik nu. Ik zie nu onder de nieuwe staatssecretaris, deels al onder minister van Engelshoven, ook gedurende de coronacrisis, zag je toch dat... Nou, onder minister van Engelshoven... Nou, in de coronacrisis zag je wel, in ieder geval, en dat is misschien ook het crisismoment, dat er bredere ruimte was voor wel het in de lucht houden van de kunstsector. En daar waren we in de kunstsector daarvoor echt niet van overtuigd dat die politieke wil er überhaupt was. En dus ik hoop dat daarop kan worden voortgeboord. Ik heb het idee dat deze staatssecretaris wat meer liefde voor de cultuur uitstraalt dan... Dat denk ik ook. Dus een stijgende lijn, dus hoop positiviteit. Enige optimisten. Wat ook nog wel kan helpen is ook echt fair pay ook echt eisen. Je ziet toch dat kunstenaars... Hij zegt want hij kent ook al die terminologie, maar ik weet echt niet waar je het over hebt. Ik zal het uitleggen. Wat je heel vaak ziet is dat kunstenaars gevraagd worden om mee te denken ergens over. En dan eigenlijk niet betaald worden. Het gaat... die tijd die gaat enerzijds af van de kunstenaarspraktijk die ze hebben. En tegelijkertijd, waarom zouden zij het gratis doen en zou een dure IT-consultant gewoon lekker betaald krijgen?
En wat je toch nog veel ziet in de sector is dat gemeentes, organisaties, gelieerde organisaties aan gemeenten van kunstenaars verwachten dat ze het gratis doen of tegen een vergoeding. Of dan zegt ze, het is goed voor je cv. Het is goed voor je cv of je werk mag hier hangen. En daar is de afgelopen jaren gelukkig heel veel al aan gedaan. Dus dat zeg jij nooit tegen die kunstenaars? Nee, tuurlijk niet. Nee. Wij betalen ook kunstenaarshonorarium. En als we een opdracht geven, dan krijgen kunstenaars ook honorarium. Yes. Nou, hartstikke mooi. Het is wel interessant, want we hadden het hier al net een beetje aangekondigd. De kwestie over ondernemerschap in de kunst. Ik had bijvoorbeeld theater in Gouda. Dat was altijd een heel succesvol theater waar ze voor een heel groot deel afhankelijk waren. Die hadden dus voor een heel groot deel de subsidie weten af te schaffen. En eigenlijk met kosten van parkeren, van de horeca en zo, waren ze dus enorm succesvol. En die zijn dus enorm hard getroffen juist tijdens corona. Daarom is het leuk dat we nu, jullie worden bedankt, dat we nu gaan debatteren over de volgende de stelling: de cultuursector moet meer ondernemerschap tonen en niet teren op subsidies. God, nou, dat klinkt echt als vroeger. Ja. Daarover gaan debatteren Vincent Karremans van de VVD en Co. Engberts van de PvdA, allebei uit Rotterdam. Ja. Yes. Corona heeft de kunst- en cultuursector buitenproportioneel hard geraakt. Dat werd hier aan tafel natuurlijk ook even gezegd. Veel kunstenaars en andere werkzaam in deze sector, veel als ZZP'ers, zagen hun inkomen verdampen. En de sector zelf stond meestal achterin de rij als het aankwam op versoepelingen. Tijd voor wederopbouw, want de wereld gaat weer open. Maar waar ligt het zwaartepunt van de verantwoordelijkheid? Brengt ons bij de volgende stelling. De culturele sector moet meer ondernemerschap tonen en niet alleen wachten op subsidies. Jullie krijgen allebei een halve minuut om je openingsstatement te maken. En dan gaan we gewoon lekker wisselen. Is er iemand die wil beginnen? Lijkt me wel leuk als de VVD begint. Ja, mevrouw van Groningen. Alleen dan wel mevrouw van Groningen vandaag, in plaats van Vincent Karremans. Uit het mooie Rotterdam. Uit mooie Rotterdam. Ja. Welkom. Dank. Hebben we een timer? Dat is misschien wel handig, hè? Ja. Kijk, het woord is aan mevrouw van Groningen. Dank u wel. Als Rotterdamse ondernemer in de maakindustrie vind ik het per definitie belangrijk dat een culturele sector ook een beetje ondernemerschap met zich meebrengt. Wil overigens niet zeggen dat we alles dan maar bij het ondernemerschap moeten laten. Dus we moeten een goede balans hebben tussen en subsidies voor belangrijke culturele instellingen, ruimte voor die creatieve kleine makers, want die hebben we absoluut nodig. En daarnaast een stukje ondernemerschap wat al in de opleiding meegegeven kan worden. Want uiteindelijk werkt het. Dat was een half minuut, meneer Engberts. Ik heb wel heel erg moeite met deze stelling. Want het zet tegenover elkaar ondernemerschap en subsidie, alsof mensen dus alleen maar geld binnenhalen als ondernemer. Terwijl het allerbelangrijkste onderwerp van ondernemerschap op dit moment is: betaal je goed? Ik kwam net ook al op de hele tijd langs. Hè. Geven we eerlijk loon voor een eerlijke waardering voor het werk dat wordt gedaan? Dat is het allerbelangrijkste punt en daarom heb ik moeite met de stelling. En het tweede punt van deze stelling is dat ondernemerschap ook gaat over buiten de gebaande paden kijken. En dan zie ik een ongelooflijk ondernemerschap bij de jonge makers in Rotterdam. Mevrouw van Groningen? Nou, daar ben ik helemaal met u eens, meneer Engbers. Dat zeggen we niet altijd als PvdA en VVD tegenover elkaar. Maar absoluut, loon naar werken. En dat is ongelooflijk cruciaal. We hebben in Rotterdam een time window. Maar wacht even hoor. Het wordt erkend inderdaad, daar ben ik heel blij mee. Hè? Fair pay, fair practice moeten we doen. Absoluut. Hartstikke goed. Het is wel een gevolg van 10 jaar lang. Het volstrekt uit de bocht vliegen van het ondernemerschapsverhaal van de VVD. Waardoor iedereen een ZZP'er is geworden. Net zoals bij PostNL of als je maaltijden bezorgt, hebben we het ook in de cultuursector in Nederland. Hè. We hebben de helft meer mensen in ZZP dan internationaal eigenlijk de standaard is. Dus ik vind het mooi dat u nu vindt dat we eerlijk moeten betalen. Maar het is wel... Dat heeft de Rotterdamse VVD altijd gezegd. Dank. De Rotterdamse VVD heeft altijd gezegd: je wil gewoon dat je een fair salaris betaalt aan die kunstenaars die hun ziel en zaligheid daarin stoppen. En die ga je niet voor een appel en een ei afschepen. Maar hoe kan het dan dat wij in Nederland nu in de situatie zitten? Binnenkort komen de nieuwe cijfers van de Creatieve Coalitie en de Boekmansstichting komen naar buiten. Ik heb even een sneak preview gehad in de voorbereiding van dit debat. Het is dramatisch. Echt, mensen zitten al onder het bestaansminimum. En dat is wel te danken aan het beleid door de VVD. Dat is natuurlijk niet waar, want u weet heel goed dat op het moment dat wij het hele systeem van subsidies en alles in stand houden en onze kunstenaars niet leren en de creatieve sector niet leren wat een faire prijs is,
dan kunnen ze dat ook niet vragen. En daar begint het mee. En bijvoorbeeld time window. Volgens mij gaat het om reguleren. Het gaat om reguleren. Dat is niet wat de VVD wil. Maar als je dat loslaat, dan zie je de resultaten waar we nu zitten. Het is een puinhoop. Het is een absolute puinhoop. Mensen kunnen er nauwelijks van leven. Er is geen eerlijk loon. We moeten het reguleren en we kunnen het reguleren. We weten wat een fair pay is. En we leggen het gewoon op. En dat wil de VVD natuurlijk. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het creatieve ondernemerschap. We willen gewoon dat deze kunstenaars iets moois kunnen neerzetten. En dat hun creativiteit niet ten koste gaat van het lopen concurreren voor een subsidietje. En daar zit het hem wat mij betreft in. Natuurlijk, want iedereen wil uit hetzelfde potje die subsidie halen. En we weten allemaal dat grotere instellingen vaak meer kans hebben dan die kleine makers die ongelooflijk cruciaal zijn om een interessante, groeiende en bloeiende cultuursector in stand te houden. We hebben elkaar gewoon nodig. En daarom vinden wij het belangrijk dat ze ook dat ondernemerschap geleerd hebben. We zijn het over eens dat een eerlijk loon nodig is en dat er nu geen eerlijk loon en geen eerlijke waardering is. We zijn het er niet over eens op welke manier we het bereiken. Ik vind dat je het meer moet reguleren en meer moet opleggen aan de instellingen om dat ook te doen. Zoals ook die trickle-down uiteindelijk niet geregeld is toen we noodsteun gaven. Maar we vergeten wat mij betreft één heel belangrijk ding. Is dat we volgens mij als die culturele sector ook onwijs veel synergie kunnen halen met het bedrijfsleven. Creatieve processen die aangeboden worden binnen bedrijven door die creatieve sector, die kunnen heel erg veel maatschappelijke issues aan de kaak stellen. We gaan hier net het eind van het debat. Nog één punt van jullie beiden. Mevrouw van Groningen als eerst. Ja, ik zou zeggen, blijf toch dat ondernemerschap behouden. En zoek alsjeblieft ook de verbinding met het bedrijfsleven. Want daar zit volgens mij de sleutel ook tot hun bestaansrecht en succes. Nee, ja, Oké, ja. Ik merk dat het me enorm emotioneert, omdat ik het verschrikkelijk vind zoals we op dit moment met onze kunstenaars omgaan. Maar ik zie ook dat de jonge makers nieuwe wegen vinden en op een hele andere manier bezig zijn om hun distributiekanalen te ontwikkelen, om ervoor te zorgen dat hun producten terechtkomen bij en andere allianties aangaan, op andere manieren samenwerken met maatschappelijke organisaties. Hen moeten we helpen, hen moeten we steunen. Het is een ongelofelijke roep om expertise en om kennis en steun aan jonge makers. En wij, ja, eerlijk ook in Rotterdam, niet uit. Eerlijk gezegd, ook in Rotterdam voelen we vooral een instellingenbeleid en te weinig een kunstenaarsbeleid. En daar moeten we veel meer naartoe. En dat ben ik met u eens. En volgens mij kunnen we daar elkaar vinden. Na 16 maart. Gaan we dat doen. Hartelijk dank beiden. Dus laten we even kijken of het panel nog een vraagje heeft. Als het niet zo is. Ja? Ja. Er wordt volgens mij een beetje voorbij gegaan aan de vraag hoe we nou die ondernemende kunstenaars ook van voldoende steun kunnen voorzien. Ja. Dat was toch wat aan tafel werd besproken. Dus. Ik vind dat wel een hele terechte. En volgens mij had mevrouw Bak dat net al heel netjes aangegeven. Weet je, die processen van vergunning aanvragen zijn ongelooflijk complex, duren heel erg lang. En volgens mij, elke kunstenaar heeft liever een betaalde opdracht dan een subsidie, in die end. Dus als we daaraan gaan werken, dat we de procedures eenvoudiger maken, dat we ook ruimte houden voor die kleine creatieve makers, dan heb je een win-win. Maar ik blijf er wel bij dat ze in de opleiding ook een stukje ondernemerschap mee moeten krijgen. Ik vind het echt iets heel anders. Ik heb zelf ook naar die procedures gekeken. Ik ben cultuurwoordvoerder in Rotterdam. En denk van, nou ja, iedereen zegt dat altijd. Ik vind het eigenlijk reuze meevallen met die procedures die je door moet. In ieder geval in Rotterdam, hoor. Ik weet niet hoe het in Arnhem is, maar in Rotterdam valt het reuze mee. Wat wij moeten doen, volgens mij, is de jonge makers helpen. Wat ik aan het einde proberen duidelijk te maken. Als ik praat met ze, dan zijn ze bezig om een alliantie aan te gaan met een woningcorporatie. Of met een zorginstelling om maatschappelijke projecten te doen. En daar zit natuurlijk, dat is ook een vorm van ondernemerschap voor mij. Ja. Hè? Dat is niet alleen maar geld uit de markt halen, maar ook met andere organisaties samenwerken. En dat is wel eens heel erg moeilijk. Omdat de werelden elkaar niet kennen, of omdat zij het niet precies weten, of dat een corporatie dat ingewikkeld vindt, een woningbouwcorporatie of een zorginstelling. En als we ze daarin weten te helpen om op een andere manier ook de distributie van hun werk voor elkaar te krijgen, en dat we een beetje loskomen en uit die gebaande paden van de cultuursector die toch al in de logge instellingen zitten, dan zouden we zeker de jonge makers heel erg kunnen helpen. Mooi. Wellicht is het niet. Nee, afgelopen. Hartelijk dank. Ja. Dankjewel.